Mag ik eerst weten wie u bent? Ik ben Herman Koekoek, voorzitter van het Kunstenrondje Dordt. Ja. Wat gebeurt er vandaag in het museum? We hebben hier vandaag vanuit het Kunstenrondje een taxatiedag. Dat wil zeggen dat wij dordtenaren of mensen uit de regio hebben uitgenodigd om hun oude spullen, want in dat moment zijn het oude spullen, kunst of antiek, om die mee te nemen om hier te laten taxeren door leden van het Kunstenrondje. Er zitten hier dus nu 12 taxateurs zitten hierachter in het auditorium. Zitten dus die kunst te beoordelen. Ja. En hoe gaat het met de kunst op het ogenblik? Nou, met de kunst in het algemeen gaat het niet zo goed commercieel gezien. Nee. Moet je gewoon constateren dat beeldende kunst onder druk staat. Antiek is hetzelfde verhaal, groot antiek met name. Je ziet hier ook geen groot antiek, want dat is niet mee te sjouwen. Dat staat onder druk, maar er is natuurlijk nog een heleboel kleiner spul wat nog wel courant is en wat ook wel loopt. En wat ziet u hier allemaal? Ik zie vooral heel veel schilderijen, maar ook muntjes, sieraden, tegeltjes, bronzen kunstwerken. Het is heel divers en dat is wel het leuke. Ja. Tevreden ermee, mevrouw? Jawel. Ja? Wat bracht het nou op? Het bracht op zich niet zoveel op, maar ik vind het leuk om te weten. Ik had een branche en die is heel bijzonder omdat de ontwerper beroemd is. Dat wist hij ook. En de branche is dan qua waarde €150 waard. Nou. Maar ik zal het nooit verkopen, want ik heb van mijn schoonmoeder gekregen toen ze nog leefde. En dat collier ook, dat is €200 waard. Dus het is, ik sta er niet voor weg, hoor. Het is wel mooi. Het is wel mooi, hè? Nou. Oké, dank u wel. Oké, u ook. Mensen, schrikken die soms wel eens van wat ze aanleveren of zit er ook wat moois bij? Er zit heel veel moois bij. We hebben, zoals we dat dan gekscherend zeggen, helemaal niets in de kliko hoeven gooien. Want we zeiden in het begin van, ja, we nemen gewoon de kliko mee. En als het echt niets is, dan zeggen we, nou mevrouw, gooit u het hier maar in. Maar dat hebben we toch maar niet willen doen. Wat je wel ziet is dat mensen soms teleurgesteld zijn omdat dan hebben ze een familiestuk. En wat ik net zei over kunst en antiek waar in het verleden veel geld voor is betaald. En dat nu een taxateur zegt, je moet luisteren mevrouw, het is een heel mooi stuk. Maar als we het gaan veilen, u krijgt er niet meer dan €700 voor. Terwijl daar in het verleden €5000 voor betaald is. Dat soort dingen kom je ook tegen. Ja. Kunnen we nog meer van dit soort activiteiten zien dit jaar? Nou, dit is niets. Ik denk, nou, het is wel iets waarvan ik denk van, maar dan moet ik met het bestuur nog over hebben. Dit is wel voor herhaling vatbaar. Dus het zou best kunnen zijn dat we hier gewoon een jaarlijks evenement van maken. Ja. Het is wel druk. Het is heel druk. Het is echt heel leuk. Ik bedoel, vanmorgen, ik was bezig, we zouden om 11:00 open. En ik was om kwart over tien bezig om die vlag buiten op te hangen. En toen stond er al een mevrouw van, mag ik al naar binnen? Ik zei, ja mevrouw, ik wou best naar binnen, maar er is toch verder niemand. Het was echt. Tussen 11 en 1 is het hier echt heel druk geweest. Ja, dat we een paar met wachtrijen hadden. En met name wachtrijen bij het algemeen antiek, dus niet het hele specifieke. Maar zal ik zeggen, de gewone oude spulletjes. Laten we hopen dat het er volgend jaar weer is. Ja, dat denk ik wel. Dankjewel.